In deze video gaan we het hebben over de ordening van de reële getallen. Jullie kennen allang de reële getallenas en jullie weten dat we elk mogelijk reële getal een welbepaalde plaats kunnen geven op die reële getallenas. Ik heb hier een aantal voorbeeldjes aangebracht met rode plusjes. Bijvoorbeeld de getallen min 5, min 4, min 3, dan 1,5, 1,5 of 3 tweede, dat is hetzelfde. Pi heb ik er ook opgezet, dus 3,14, en het getal 5. Dus elk mogelijk getal, elk mogelijk reële getal, kan ik op een welbepaalde plaats zetten op die reële getallenas. Hoe kleiner een reële getal is, hoe meer naar links dat getal geplaatst wordt op de getallenas. Hoe groter een getal is, hoe meer naar rechts op de getallenas dit getal geplaatst wordt. Dus die ordening van die reële getallen, die kunnen we in feite ook heel kort voorstellen. We kunnen zeggen, ja, min 3 is kleiner dan 5. Het ligt meer naar links dan 5 op de getallenas. Pi is groter dan min 4. Of 3 tweede is groter dan of gelijk aan min 5. Wat ontstaat er dan? Dat zijn zogenaamde ongelijkheden. Nu, wanneer we vertrekken van een eenvoudige ongelijkheid, bijvoorbeeld 15 is kleiner dan 20, dan kunnen we ons afvragen, als we in beide leden van die ongelijkheid hetzelfde getal erbij optellen, wat gaat er dan gebeuren? Dus stel dat we in beide leden er 5 bij optellen, dan krijgen we natuurlijk in het linkerlid 20 en in het rechterlid 25. En 20 blijft uiteraard kleiner dan 25. Dat is heel logisch uiteraard. Stel het volgende voorbeeld. Mevrouw Janssens is kleiner dan mevrouw Verstralen. Wanneer beide collega's 2 centimeter groeien, dan blijft mevrouw Janssens kleiner dan mevrouw Verstralen. Een ander voorbeeld. 230 is kleiner dan of gelijk aan 235. Ik tel er nu links en rechts in beide leden hetzelfde negatief getal bij op. Ik doe links en rechts plus min 30. Dat is natuurlijk hetzelfde als zeggen, ik trek er links en rechts hetzelfde getal vanaf. Wat gebeurt er dan met dat teken van de orde? Wel, ons linkerlid wordt 200, ons rechterlid wordt 205. 200 blijft natuurlijk kleiner dan of gelijk aan 205. Dus, conclusie, wanneer we vertrekken van een ongelijkheid en we tellen er in beide leden hetzelfde getal bij op, of dat getal nu positief of negatief is, dat speelt geen rol, dan ontstaat er een ongelijkheid in dezelfde zin. Dat wil zeggen, als we kijken naar ons ongelijkheidsteken, ons teken van de orde, we vertrekken hier links bijvoorbeeld 1 van kleiner dan, strikt kleiner dan, we tellen in beide leden er hetzelfde getal bij op, dan zien we dat het teken van de orde ongewijzigd blijft. Hetzelfde aan de rechterkant. We vertrekken van kleiner dan of gelijk aan in onze ongelijkheid. We tellen er links en rechts hetzelfde strikt negatief reëel getal bij op. Of we trekken er hetzelfde reëel getal vanaf. Dan zien we dat het teken van de orde ook hier ongewijzigd blijft. Wat gebeurt er nu wanneer we beide leden van een ongelijkheid gaan vermenigvuldigen met hetzelfde getal. Laat ons eerst eens proberen om te vertrekken van de ongelijkheid min 4 is strikt kleiner dan 4 en die ongelijkheid in beide leden te vermenigvuldigen met hetzelfde strikt positief reëel getal. Bijvoorbeeld 2. Min 4 maal 2 krijgen we aan de linkerkant, 4 maal 2 krijgen we aan de rechterkant. Dus we zien, min 8 is strikt kleiner dan 8. Ook hier gaat het teken van de orde, ik ben vertrokken van strikt kleiner dan, gaat strikt kleiner dan blijven. Dus het teken van de orde blijft behouden. We kunnen dus zeggen, als we beide leden van een ongelijkheid met eenzelfde strikt positief reële getal vermenigvuldigen, dan ontstaat er een ongelijkheid in dezelfde zin. Dus het teken van de orde blijft hetzelfde. Dus tot nu toe, of dat we nu van een ongelijkheid vertrekken en er hetzelfde getal bij optellen of van aftrekken of hetzelfde reëel getal, positief reëel getal ermee vermenigvuldigen. Ons teken van de orde blijft tot nu toe altijd
behouden. Laatste situatie, we vertrekken van de ongelijkheid min 12 is kleiner dan 12. Wat gebeurt er nu wanneer we beide leden vermenigvuldigen met hetzelfde strikt negatief reëel getal? Bijvoorbeeld min 2. Dan krijgen we aan de linkerkant min 12 maal min 2 en aan de rechterkant 12 maal min 2. Dan zien we dat dat teken van de orde omdraait, want 24, min 12 maal min 2, is strikt groter dan min 24, 12 maal min 2. We zijn vertrokken van strikt kleiner dan en we eindigen met strikt groter dan. Waarom is dat? Omdat we beide leden van onze ongelijkheid vermenigvuldigd hebben met hetzelfde strikt negatief reëel getal. Dus dat is meteen ook de enige situatie waarbij het teken van de orde omdraait, wanneer we beide leden in de ongelijkheid vermenigvuldigen met hetzelfde strikt negatief reëel getal. Dus er ontstaat een ongelijkheid in tegengestelde zin.